Goeiedag, lezers van Meem Lekker Actueel. Welkom bij de 27e vlog over de verbouwing van het Bakkerijmuseum. Het zal voorlopig de laatste vlog zijn, want het is klaar. En we zijn weer open. De deur is er pas afgelopen vrijdag ingegaan, dus ja, die moet nog wel even afgelakt worden. En zo zijn er een aantal dingetjes meer die nog gebeuren moeten, maar we zijn weer open en het is allemaal toonbaar. Vanaf binnenkomst gaat het over de rol van de bakker. Wat werd er thuis gebakken en wat bakte de bakker? Wafels, oliebollen, oblieën en evenveeltjes, die werden thuis gebakken. En de bakker bakte de koek, het brood en het banket. En dat zijn de drie verhalen die nu worden gepresenteerd. Hier is koek. Hier is het banket. En hier is het brood. Geïllustreerd aan de hand van hele unieke objecten. Gekoppeld aan oude schilderijen. Hier zijn er twee van Jan Steen, Sint-Nicolaasavond en Bakker Oostwaard. En ook diezelfde drie verhalen, die kom je dus weer tegen in de nieuwe schermen. Doorlopende presentaties. En ook hele praktische aanwijzing waar de garderobe is. Of bijvoorbeeld de lift. En de trap naar boven. Nou, de trap was al geplaatst. De trapleuning is klaar. Met daarbovenaan de grote Anton Pieck die we hebben. Maar ook bijvoorbeeld de originele illustratie van in de zoete suikerbol. Een bakketje deeg. Het ligt hier allemaal. Dit is natuurlijk het kinderhoekje. Hier komt ook het fietsje, het minibakfietsje en het verkleedspullen. Hier is een hele afdeling alleen maar over taarten. Allerlei soorten en maten. Misschien wel de meest bijzondere, hè? Die staan juist aan de andere kant. Dit zijn Westfriese strikken. Vijf vormen hebben we ervan. Maar ook bijvoorbeeld hele verhalen over suiker, suikerplantages, slavernij. Hoe dat allemaal in elkaar steekt. En uiteindelijk eindigt de suiker dan bijvoorbeeld met een maquette van een snoepfabriek. Komt hier nog meer suikervormen komen hier. Karavolaar, hier een andere kunstenaar, namelijk Salvador Dalí. Originele Lito ervan. Chocola heet het uiteraard, want daar zijn we hier. Foto's van Kadir van Lohuis, gesigneerd, groot formaat. We hebben onder andere in het Scheepvaartmuseum gegaan om het verhaal over de herkomst van de chocola duidelijk te maken. En, dat gebruiken wij in combinatie met de chocola zoals wij het kennen als luxegoed. Chocoladekan van Versace bijvoorbeeld. Ik geef je de rijkdom. Nou, hier heb je bijvoorbeeld Drosten, Drostenverhaal. En tegenover hebben we dan het Ringersverhaal. Alkmaar tegen Haarlem. Maar ook bijvoorbeeld Bensdorp. De Jongskakao. Allerlei merken die al lang niet meer bestaan. Van Houten Chocola. Had ook nog een afdeling in Medemblik. Kom je Drosten weer tegen. Origineel pak van het chocoladegilde. En hier zijn een heleboel verdwenen merken. Zoals Petten Chocola, Driessen. Nog een beetje Driessen. Korf, Grotes, De Jong weer. Bensdorp van Houten. En zo koppelen we dat allemaal aan elkaar in de nieuwe verhaallijnen. Maar wat goed is, is gebleven. Dus we hebben de kinderactiviteiten gewoon op een plek gehouden in de Massapijnzolder. Het was vandaag weer redelijk druk. Er zijn nog een paar dingen die gedaan moeten worden. Onder andere dit is het nieuwe deurhandvat. Heel toepasselijk. Moet nog geplaatst worden. Zo zijn er nog een paar dingetjes, maar daar gaan we komende weken mee bezig. Gaan we rustig verder met het afronden van de inrichting. En dan zie ik u in een later stadium als de tweede fase gaat beginnen. Graag tot ziens.